Bart van Intum, hoe zat jij de eerste helft op de bank? Ja, ik denk met een klotengevoel zoals iedereen. Vanaf minuut 1 niks te vertellen en dan krijg je kans en kans tegen. En dan sta je met rust al zo ver achter, dan ben je eigenlijk al kansloos. Dus kloten. Ja, de eerste helft van jullie was niet al te best, hè? Nee, wij speelden niet goed. Feyenoord speelde wel goed, zette veel druk naar voren. En daardoor creëer je ook heel veel kansen. Wij hebben volgens mij geen corner gehad, geen schot op doel. Dus dat is echt genoeg. Diederik Boer hield nog een aantal keer de bal tegen. Die voorkwam de 1-0 van Feyenoord. Dat was eigenlijk de enige redding die jullie nog hadden, hè, in de eerste helft. Ja, ik denk dat we in onze handen mogen klappen dat hij vandaag wel goed zet te keepen. Want ik denk dat hij eerst zelf wel 3-4 goede ballen pakt. En een paar spelers hier nog een goede bal blokken. Anders dan ga je met grote cijfers naar huis vandaag. Ja, in de rust wordt er 3 keer gewisseld. Je mag onder andere invallen. Wat voor gevoel heb je dan? Kijk, je wil natuurlijk altijd voetballen, alleen wel, je weet dat het heel moeilijk wordt. Je hoopt nog stiekem op je stuntje dat je door 3 wissels iets anders gaat proberen. Dat je kansen krijgt op de aansluitingstreffer. We komen een paar keer naar voren, een paar keer goed door, maar echt grote kansen hebben ook niet gecreëerd in de tweede helft. U speelde vandaag vrij slap, 2 weken geleden ook al tegen Go Ahead Eagles. Met mooi voetbal kom je er niet altijd, hè, tegen zulke ploeg. Nee, zeker niet. Maar ik denk dat je deze wedstrijd niet kunt vergelijken met Go Ahead Eagles. Dit is Feyenoord uit natuurlijk in de Kuip. Dus was vandaag gewoon een maatje te groot voor ons. En kan gebeuren. Alleen het is wel jammer dat het net zo voor de winterstop is. Want zo ga je de winterstop toch wel anders in dan als je een goede wedstrijd hebt gespeeld. 2013 begon mooi met de overwinning op PSV. Eindigde in mineur met het verlies hier in de Kuip. Hoe kijk je terug op het jaar 2013? Ja, ik denk dat we als Zwolle zijn kunnen kijken op een goed jaar. De beker zit er ook nog in. Vorig jaar halve finale gestrand en dit jaar zit je er nog steeds in. Je kunt de halve finale weer bereiken en de competitie bent 11e geworden. Dus dat doe je perfect. En nu zijn we zijn super begonnen dit seizoen. We zakken nu wel iets af, maar ik denk dat we aan de wereld hebben, aan Nederland hebben laten zien dat we een goed voetbal in de ploeg hebben. En dan moeten we daar na de winterstop gewoon weer op zien te pakken.